Een mooie zaterdagmiddag, wederom in december. RVVA FC Schravenzande op het programma in de hoofdklasse B. En scheidsrechter Creté heeft gefloten voor de aftrap. Dan gaat in instantie de FC Schravenzande naar voren. En dan komen ze nu via de linkerkant met een diepe bal van Sander Koeleman. En die valt dan precies tussen Danny Spelde en Jesse Eggers. En dan dreigt het daar toch even fout te gaan achterin bij RVVA. En komt de bal via Dennis Verbeek bij Domingos Lopez de Brito. En die schiet de bal op de lat. RVVA dan. Roy Weber, een diepe bal richting Benjamin Marta aan de andere kant. En die komt 1-1 met de keeper, maar dan zit er een verdediger tijdig tussen, waardoor die geblokt kan worden. Ibrahim El Koubay in het veld. Nog steeds wat geblesseerde ook bij RVVA. Een mooie actie van Wilco Oudenaarde. Dan komt de bal voor de voeten van Julian Akatowski. Die probeert door te steken richting Benjamin Marta, maar dan is de verdediging weer attent. De aanval loopt ondertussen door via Dino Rodriguez de Pina. En dan wordt hij daar met wat moeite wordt hij tijdig verdedigd. En weet RVVA daar verder niks uit te halen. Dan Robert Kooijman. Een mooie bal richting Benjamin Marta over de rechterkant. Die geeft de bal voor. Maar dan zit er net een verdediger tussen om Wilco Oudenaarde te beletten te scoren. RVVA houdt er niet meer dan een cornerbal van over. Een vrije trap nu voor RVVA. Jesse ergens achter de bal. Gevaarlijk moment. En dan is het keeper Danny Koning. Die zijn doel schoon weet te houden en de FC Schravenzande op 0-0 houdt. Dan een aanval over de linkerkant. Mooi doorgezet ook via Wilco Oudenaarde. Komt hij voor de voeten van Ibrahim El Koubay. En die lepelt de bal over. Dan is het de FC Schravenzande. Middels Frank Broos. Frank Broos die weet de bal voor te geven. Dan komt hij wat gelukkig voor de voeten van Dennis Verbeek. Die probeert dan uit te halen, maar die raakt eigenlijk het luchtledige. Waardoor deze aanval voor de FC Schravenzande op niets uitdraait. De bal nu bij Frank de Bruin. Die komt met een lange bal naar voren. Dan wordt de bal gekopt. Valt hij voor de voeten van Dino Rodriguez de Pina. Die produceert een bal in het luchtledige. En dan valt hij in feite op het voetje van Sander Koeleman. Die haalt dan uit. En via de vingertoppen van Danny Spelde belandt hij op de lat. En valt hij recht naar beneden. Net voor de doellijn. Danny Spelde zelf belandt in het doel. Maar de bal die blijft er zo te zien voor. En waar FC Schravenzande misschien een goal claimt, bleek het er toch geen te zijn. Dan de cornerbal van FC Schravenzande. Wordt die bal ingekopt, is het de nummer 5 Danny Bijl die inkopt. Maar in de korte hoek is het Danny Spelde die de bal weet te redden. Dan de tweede helft. Met 0-0 dus de rust ingegaan. RVVA gelijk in die eerste minuut. Een cornerbal, Damien Vreken. En die ziet zijn inzet van de lijn afgehaald. De keeper was al gepasseerd. Maar RVVA blijft toch op 0-0 staan. RVVA veelvuldig in de aanval. En dat was ook te verwachten natuurlijk. FC Schravenzande niet voor niets onderaan. Maar zeer verdienstelijk toch spelend vanmiddag. Julian Akatowski naar de linkerkant. Wilco Oudenaarde legt de bal breed. Maar dan wederom die verdediging van FC Schravenzande. Ze wilden niet van wijken weten. En komen er zelf af en toe toch ook wel heel listig uit. Zoals in deze situatie. Waarin Martijn Le Congé en Sander Koeleman gevaarlijk oprukken via het centrum. Dan nu RVVA weer. Benjamin Marta. Bal teruggelegd. Robert Kooijman. Die stoomt wat op. En dan besluit hij uit te halen. En dan gaat die bal niet eens ver naast de goal van Danny Koning. Een mooi schot van grote afstand. Een aanval van RVVA over links. Dino Rodriguez de Pina. Die gaat dan een bal geven naar de andere kant van de 16. Is het ingevallen Remco Buist. Die de bal inzet richting Wilco Oudenaarde. Dan wordt de bal teruggelegd. En is het andere invaller Everton Pires de Vares. Die de bal over het doel ziet gaan. Robert Kooijman. Een lange diepe bal. Wordt er gekopt. Wederom Remco Buist. Maar dan is het Benjamin Marta die net tekort komt. En is het keeper Danny Koning. Die de zaak weer meester is. Dan gaan we richting de slotfase. Sander Koeleman die stoomt op via de rechterkant en dan gaat de bal via een beentje van een RVVA-speler richting Danny Spelde. Die pakt de bal op en dan oordeelt scheidsrechter Creté dat daar een vrije trap voor gegeven moet worden vanwege terugspelen. Nou, dat loopt dan voor RVVA maar net goed af, maar toch een wat vreemde beslissing, want er zat geen opzet in die terugspelbal. Wederom de invaller aan de kant van FC Schravenzande, Rico Luiando. En dan is het uiteindelijk een schot van Martijn Le Congé wat makkelijk opgeraapt kon worden door Danny Spelder.
Dan zitten we inmiddels in de blessuretijd en nog altijd die 0-0 op het bord. Een uittrap van keeper Danny Koning. Goed opgevangen door Roy Weber aan de rechterkant. Stoomt dan op, gaat hij naar Benjamin Marta. Benjamin Marta komt met een voorzet. Dan een artistieke hakbal van Jordi van Dam. En dan is het daar Roy Weber. Als de kippen is hij erbij om die bal in het doel te schieten nadat hij van de paal terugkwam. Een ontzettende ontlading bij RVVA wat in de 91ste minuut toch aan die goal komt. En de verslagenheid in beeld bij FC Schravenzande. Aan de rechterkant voorzet Benjamin Marta. Artistiek van Jordi van Dam en dan een attente Roy Weber. 1-0. En dan zegt scheidsrechter Creté, de wedstrijd zit erop. Schravenzande verliest alsnog van RVVA. Wat dus de laatste thuiswedstrijd ook weet te winnen. Goed, we praten hier met Jordi van Dam, een van de mensen die hoofdrol hebben gespeeld in het doelpunt van vanmiddag. Met die 1-0 overwinning van RVVA tegen Schravenzande. Ja, in jouw woorden, Jordi, wat gebeurde er allemaal rondom die 90ste minuut? Ja, het was voor mij zet Roy zelf de aanval op. Speelde me mooi op Beemin. Oogcontact met Beemin en ik loop vol eerste paal. De bal komt goed en raak me eigenlijk iets achter me. En ik probeer hem nog achter mijn stambeen, probeer ik hem nog richting doel te krijgen. Kom via de paal en ik baalde op dat moment al. Maar ik kijk om en ik zie Roy als een gek erin vliegen en 1-0. Dus het was feest. Ja, het was echt letterlijk en figuurlijk feest, hè? Want het was een ontlading gewoon. Ja, natuurlijk. Kijk, we willen het liefst zo snel mogelijk die wedstrijd beslissen. Maar dit zijn wel de lekkerste natuurlijk als je in de laatste minuut dan erin valt. We hebben het eerder gedaan en dan is die ontlading gigantisch. Als we even de wedstrijd terugdraaien. Twee keer drie kwartier in de aanval. Jullie winnen echt gewoon zonder te overdrijven. Gewoon echt verdiend. Maar ja, soms waren er ook wel momentjes dat we wel wat beter hadden gekund in de wedstrijd. Ja, natuurlijk. Kijk, je geeft inderdaad zeker 45 minuten vol gas. Nou, dat kunnen we. Conditioneel zijn we volgens mij ijzersterk. En dan heb je wel eens momenten dat het gewoon even wat slordig wordt. Maar ik denk dat die momenten minimaal zijn bij ons. En dan wil je de wedstrijd inderdaad weer dicteren. En dan resulteert het ook in een 1-0 overwinning. Omdat iedereen tot aan de 90ste minuut kan blijven gaan. Waar staat RVVA nu? Halverwege de competitie nog één wedstrijd te gaan. Jij speelt meestal en jij kan dat een van de beste beoordelen. Waar staat RVVA nu? Voorlopig, we staan vijfde volgens mij nu. Dus, en we staan 1 punt achter op de nummer 2, dus die verschillen zijn heel klein. Op Katwijk na, die staan 12 punten los op de nummer 2. En ik denk dat de ploegen die daaronder komen met een ACWA, Telleden, ik denk dat teams zijn zwaluwen waar wij ons aan kunnen meten. En dat hebben we ook laten zien. Dus ik denk dat we zeker in dat rijtje thuis horen. Dus anders gezegd, je zou kunnen gaan voor een na-competitieplek. Ja, dat hebben we afgelopen jaren natuurlijk ook meegemaakt. Dat zijn wel de wedstrijden waar je het voor doet. En ik denk dat we het zeker ten opzichte van het vorige seizoen ook hebben laten zien dat we tegen de kleinere tegenstanders, tussen haakjes, nu wel in ieder geval niet verliezen. We hebben geen verliespartij tegen die clubs. En die stap hebben we gemaakt. Dus nu kunnen we naar omhoog kijken. Dankjewel Jordi. Is goed, dankjewel. Giovanni Franke, de trainer van RVVA. RVVA wint met 1-0 tegen de FC Schravenzande. Het duurde heel lang voordat die 1-0 kwam, maar ook wel verdiend. Hoe kwam die 1-0 eigenlijk tot stand en hoe kwam die wedstrijd bij jou over? Ja, ik denk dat het een zeer, zeer verdiende overwinning is uiteindelijk. En om precies te zijn hoe die goal viel, was uit een aanval waaruit Benny uiteindelijk de diepte in werd gestoken. Hij legde hem terug, een schitterende hakbal van Jordi bij de eerste paal. Die eindigt ook op de paal. En daarna komt Roy Weber binnen vliegen. Echt fantastisch. En schiet hem genadeloos hard binnen. Over heel de wedstrijd gesproken. RVVA, veruit de beste ploeg. Je wint ook verdiend. Maar kan je ook echt tevreden zijn met het spel van RVVA over de twee helften? Nou, de wedstrijd ging eigenlijk niet om ons spel. We weten dat we goed kunnen voetballen. We hebben een zeer talentvolle groep. Dus dit was niet de discussie of wij goed kunnen voetballen. Dit was echt voor ons een mentale wedstrijd. Omdat, om een voorbeeld te geven, we spelen tegen Katwijk, dan scoren we de 3. Tegen ASWA scoren we de 3. En Noordwijk scoren we de 2. Dus in wedstrijden zeg maar, waarin het affiche misschien wat beter klinkt, lijkt het net alsof wij
iets meer kunnen brengen. En dat is, ja, soms is dat zonde, maar dat is inherent denk ik aan talentvol zijn. Dat je dan ook in die wedstrijd je talent juist wil laten zien. En als je onze uitslagen ziet tegen onze concurrenten eigenlijk, dus teams die dezelfde begroting hebben, et cetera, zie je dat het tot nu toe uiterst moeizaam gaat. En we hebben natuurlijk vorig jaar, waarin we tweede zijn geworden, een heel lang proces gehad waarin we daarin juist de punten lieten liggen. En dat wilden we dit seizoen voorkomen. En daarom wilde ik bij deze de groep het grootste compliment maken van het seizoen. Dat ze deze wedstrijd, die voor ons zoveel betekende op mentaal gebied, dat ze die uit hebben gehaald. Dat is de grootste compliment die ik hun kan maken. Perfect. 7 wedstrijden achter elkaar de nul gehouden. Nou, dat is fantastisch voor RVVA in competitieverband. Mag er wat meer gescoord worden ook? Ja, tuurlijk. Nee, maar daar gaat het ook om. En, volgens mij hebben we iets meer vaker de nul gehad. Maar natuurlijk willen we vaker scoren. En ik zou me echt zorgen maken als we niet de kansen hadden gehad om te kunnen scoren. Hè, en, je bent er heel vaak zelf ook bij geweest. Wij krijgen elke wedstrijd genoeg kansen om te scoren. En zolang we de kansen creëren, kan ik de jongens het niet kwalijk nemen als ze niet scoren. Want ze doen er wel alles aan. En we blijven doorwerken totdat de goals wat makkelijker vallen en wat sneller. Maar tot die tijd blijven we vechten voor de punten. En ook nu, uiteindelijk krijg je er maar met 3 punten bij. Ook al is het 1-0. Dankjewel Gio. Volgende week tegen Quick Boys. Hopelijk ook weer een mooie pot voetbal. Ja, het is een andere ambiance, andere sfeer. En ik denk dat de jongens daar nu al naar uitkijken. En we gaan kijken wat we daarvan kunnen maken. Dankjewel.